Hoi hoi, ik kom dus net bij de Action vandaan en dat is volgens mij altijd zo met de Action. Je hebt niet per se de bedoeling om daar heel veel dingen te kopen. Je hebt maar één ding nodig of zo en dan kom je toch in één keer met een handvol spullen thuis. Dus dat is mij dus ook weer gelukt vandaag. En ja, ik val dan dus altijd op spullen waarvan ik denk dat het leuk is voor de katten. Dus dat is dus nu ook gebeurd. Dus ik zet mijn telefoon even neer en dan zal ik jullie laten zien wat ik deze keer heb meegebracht. En wat ik ermee ga doen. Oké, ik zal jullie eerst even laten zien wat dan de schade is vandaag. Twee dingen van karton. En een tas met allemaal spulletjes. Nou, ik ga het zo nog even verder uitleggen. Ik zet hem even in de standaard, zodat ik mijn hand vrij heb. Oké, ben ik weer. Ja, wat hebben we gekocht? Sleep, moet je kijken. Dit is een spelletje van karton. En ja, even de plastic eraf halen. Er zit een balletje in en er zitten allemaal gaatjes in. En daar zit ruw karton in, waar katten graag aan willen krabben. En er zit ook een zakje kattenkruid in. Kattenkruid maakt een hele hoop dingen altijd super aantrekkelijk. Streep houdt daar ook al van. Dus dat kun je altijd gebruiken om ergens in te doen. Maar dit is een heel leuk spelletje, met name voor kittens. Meestal willen volwassen katten niet meer met zulke dingen spelen. Maar ik wil het dus ergens anders voor gebruiken. En of dat lukt, weet ik niet. Maar goed. Voor deze prijs maakt dat ook niet, vaak niet zoveel uit. Ik ga proberen om dit als voorpuzzel te gebruiken. Dus dan ga ik hier brokjes in doen. En dan ga ik kijken wat Streep daar dan mee doet. Dus dat laat ik jullie in een ander filmpje nog wel even zien. Nou, wat heb ik nog meer gekocht? Een doos. En niet zomaar een doos. Dus een doos met allemaal leuke openingen. En daar kan je ook een hele hoop van kopen. En die kun je dan allemaal aan elkaar doen. En dan kan je een soort kattenhuis maken. Nou, dat heb ik dan nog niet gedaan. Ik ga eerst gewoon met één doos proberen. Kijken of Streep daarin wil liggen. Streep is niet echt de meest favoriete dozenkat. Hij zit wel eens in een doos. Maar ja, er zijn katten die dat liever doen. Stip deed dat bijvoorbeeld altijd super graag. Maar ik ga het gewoon proberen. Dus even kijken. Streep, wat zit er nog meer in? Oh ja. Ja, deze vind ik echt heel leuk. Dit is bij de hondenafdeling. Dus kijk vooral verder dan alleen de kattenafdeling. En dit is een soort, dit is een snuffelmat. Dus hier zitten allemaal stukjes vlies zitten erin. En daar kan je dus allemaal brokjes in verbergen. En dan moeten ze daar dus gewoon op zoek gaan snuffelen. Honden snuffelen natuurlijk heel graag, maar katten doen dat ook. Dus dat kun je prima ook voor katten gebruiken. Hij is niet zo groot. Maar goed, voor een hond zou ik hem wel wat te klein vinden. Maar voor een kat kan dat natuurlijk prima. Dus ook dat gaan we uittesten, Streep. Een hengel. Nou, een hengel is eigenlijk altijd goed. Daar kan je niet veel mis mee doen. Er moet, het liefst moet er iets van veren aan zitten. Of van zacht spul, zoals zodat het een beetje op een muis lijkt, zeg maar. Dus die gaat het zeker wel goed doen. Gaan we ook nog proberen, hè, Streep? Oh ja, dan heb ik deze. Dat is een ijskonten maken. Heel simpel, en niet dat ik ijskontjes ga maken voor Streep, maar het zou misschien, als het warm weer is, ook best wel kunnen. Maar ik ga hier gewoon natvoer in doen. En dan werkt het als een soort likjemat. Dus dat zou bijna goed moeten werken. Gaan we ook proberen. Nou, deze heb ik wel mijn twijfels over. Maar wil ik toch ook eens een keer proberen. Dit is een muis die je kan opwinden. En dan gaat hij, lopen is een groot woord. Maar dan gaat hij zich voortbewegen. En dan gaan we dus kijken of Streep dat leuk vindt. En als laatste heb ik deze. De Cats & Chase. Dat is een beetje een automatisch apparaat. Dus er zitten gewoon batterijen in. En het werkt als volgt. Je zet hem neer. Ik moet nog wel even precies kijken hoe het werkt, maar dat ga ik jullie nog laten zien. Deze die komt ergens in.
in ieder geval, dit gaat ergens in. Dat moet ik nog even bekijken. En dan gaat dit er overheen. Dan kun je zo misschien niet zien. Zo, gaat dit er overheen. En dan gaat dat bewegen. Dat dingetje wat erom zit gaat bewegen op die batterij. En dan gaan katten het vangen. Nou, ik verwacht niet dat Scheep hier iets mee gaat doen. Maar ik denk dat Knor, de kat van mijn moeder, dat dus wel een leuk spelletje vindt. En dat is heel erg afhankelijk van ja, wat voor soort kat je hebt. En wat voor soort spelletje die dus leuk vindt. Dus als Scheep het niet leuk vindt, dan probeer ik het gewoon bij Knor. Ik laat het filmpje zien, kijken of het wat is. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. De action vond het in ieder geval hartstikke leuk. Nou, nog hopen dat Streep het leuk vindt. En ik hou je op de hoogte. Ik heb dus de brokjes erin gedaan. En we gaan kijken wat Streep ervan vindt. Nou, alsjeblieft, Streepie. Oh ja, en daar heeft hij zijn eerste brokje te pakken. Dus Streep kan het in ieder geval. Erg leuk. Het is niet het meest makkelijke, denk ik. Maar je kunt het heel makkelijk maken door er heel veel brokjes in te doen. Streep is wel een meester puzzelaar, dus... Ja, en nummer 2. Dus nou ja, dit is eigenlijk prima te doen als voorpuzzel, zou ik zeggen. Niet voor een beginner, maar wel voor een gevorderde puzzelaar. Je ziet dat hij ook wel een beetje over de grond schuift. Dat is natuurlijk zo als je een gladde vloer hebt. Maar ja, je kunt hem op iets ruws zetten natuurlijk. Dan heb je dat minder. Op zich is het niet zo heel erg. Een muis zit ook niet stil, zou ik maar zeggen. Dus nou ja, bij deze... Goedkope voerpuzzel van de Action. Maak je kat gelukkig. En laat hem puzzelen. Nou heb ik Streep zijn natvoer in de ijsklontjes maken gedaan. En we gaan kijken wat hij ervan vindt. Volgens mij heeft hij er wel zin in. Alsjeblieft, Streepie. Nou, zoals jullie zien werkt het hartstikke goed. Streep is er beduidend langer mee bezig dan wanneer het in een schaaltje ligt. En dat is de hele bedoeling eigenlijk. Dus ook goedgekeurd. Zo, nou ik ga wat brokjes verspreiden in de snuffelmat. Kijken wat Streep ervan vindt. Nou, werkt prima eigenlijk. Ik zou zeggen, niks meer aan doen. Eens kijken wat Streep van de Cats and Chase vindt. In eerste instantie laat ik hem maar eventjes eraan wennen voordat ik hem aanzet. Dan kan hij hem even inspecteren. Wat hij dan ook doet. Nou, dat is op zich ook al leuk natuurlijk. Hij is in ieder geval lekker bezig. Een beetje snuffelen. Een beetje kauwen. Nou, prima toch? Tijd om hem aan te zetten. Nou, wonder boven wonder gaat hij er toch inderdaad iets mee doen. Ik weet nou niet zozeer of hij het echt leuk vindt of dat hij het meer irritant vindt. Dat zou ook zeker kunnen. Maar goed, als hij het niet leuk vindt of als hij het niet wil, dan kan hij natuurlijk gewoon weglopen. Hij hoeft zich er niet mee bezig te houden. Soms kan het misschien wel wat frustrerend zijn als je het niet echt kan pakken. Maar hij kan het wel, uiteindelijk kan hij het wel vangen natuurlijk. Alleen het blijft dan wel ronddraaien uiteindelijk. Dus dat is misschien wel een beetje jammer.
Oké, hij heeft hem dan uiteindelijk toch gevangen. Want hij heeft het buisje eruit gekregen. Nou goed, kan je zo weer repareren. En om het dan nog even helemaal af te maken, heb ik ook maar even wat brokjes verstopt onder het kleedje. En daar kan hij dan ook even leuk mee bezig zijn. Dat maakt het verstreep wel extra leuk, want die is nogal voedselgemotiveerd. Dat hangt natuurlijk heel erg van de kat af. Maar streep vindt dit wel leuk, dus prima toch. En zo kan je het natuurlijk ook gebruiken als je kat het eng vindt. Ik kan me wel voorstellen dat er sommige katten zijn die het gewoon eng vinden. Het maakt geluid. En dat je dat zo oplost. Dan de opwindmuis. Nou, hij is wel geïnteresseerd, streep. Maar de muis heeft het snel opgegeven, dus nog maar een keertje aan dan. Dat is wel een beetje een nadeel dat hij heel snel stopt. Kijken wat hij er dan daarna mee gaat doen. Nou, oké, hij gaat gewoon lekker doorspelen. Nou ja, dat is precies wat de bedoeling is natuurlijk. Dus helemaal goed. Hij vindt het toch wel een leuke muis eigenlijk. Dus je kunt hem af en toe even opwinden. En als hij dan, je kat dan zelf aan de gang gaat, nou, helemaal oké. Dus ook wel toch boven verwachting leuk speeltje. Dan als laatste de doos. Ja, streepje is niet echt een kat die snel in een doos gaat zitten. Dus ik heb er wat brokjes in gedaan om hem eventjes die kanten uit te krijgen. Nou, dat vindt hij sowieso leuk. En nou ja, ik denk dat een hele hoop katten het wel heel fijn vinden. Doe er een lekker kleedje onderin en dan hebben ze gewoon een heerlijk verstopplekje. Nou, leuke doos ook met zo'n hoofdje van een kat eruit. Dus past in elk interieur, zou ik zeggen. Nou, al met al best leuke dingen gekocht. Simpele dingen. Het hoeft dus helemaal niet duur te zijn. Bedenk ook dat je dingen eens op een andere manier gaat gebruiken dan waar het daadwerkelijk voor bedoeld is. Think out of the box in plaats van inside the box. En dan, ja, tot de volgende keer.